Allemaal. Ja, we zijn even een koffiebreak aan het houden bij Moulin. En daarnet hebben we die brug ook al gezien. Maar wat heel leuk is van Moulin, ze hebben volgens mij, nou ja, volgens mij, ik weet het wel zeker, een hele leuke camperplaats. Die zit hier. Volgens mij is het een zo'n pas d'étape camperplaats met een, ik weet het niet zeker hoor, ik zie wel wat slagbomen staan. Met zo'n betaalautomaat. Maar je loopt wel heel, heel makkelijk en heel leuk de stad in. Dus ik zou zeggen, het is volgens mij een aanrader. Denk ik. Ik heb er niet gestaan. Ik heb er net voor gedraaid, omdat wij er niet wilden staan. Omdat we nog doorgaan. Maar voor een overnachtingsplek, zeker een leuke plek. Kijk maar. Je zit gelijk bij de stad. Bij de brug. En mooi plekje. Toch? Mooi plekje, hè? Heel mooi plekje. En ik denk dat Moulin ook een leuk stadje is. Dat denk ik ook. Gaan we een keer onderzoeken. Ja, nee. Lieve mensen, we zijn aangekomen. Het lijkt me een hondendorp, joh. Echt zoveel honden. In het plaatsje Montpeyrou. Do? Help nou eens eventjes, joh. Montpeyrou. En dat is een plus beau village. Ook wel een plus do village. We gaan even het dorp verkennen. Doei. Tootje. Nou, moet je kijken. Wat we gisteren niet zagen. Dat zien we nu. Wat schitterend. Wow, mooi, hè? Dat zagen we gisteren niet. Ja, het was bewolkt volgens mij. Wat mooi. Dus richting Puy de Dôme, denk ik, hè? Ja, en het skigebied super best, denk ik. Ah, het super best. Oké. Dat weet ik niet, maar... Mooi, hoor. Prachtig. Het ruikt een beetje naar... varkensstallen. Ja, dat wel. Oké, we gaan even een rondje tip. Doei. Hey, goedemorgen luidjes. Goedemorgen. Plan de campagne is gelijk naar huis. Beurskracht, corona. Alles. Volgens mij hoorde ik zelf zeggen, het is beter niet om naar het buitenland te reizen. Maar we hebben toch maar besloten om richting Spanje te gaan.
Dus we gaan vandaag richting Franse kust, denk ik. Ah, in het plaatsje, we zijn wel eens eerder geweest in, hoe heet dat nou ook weer? Grison. Je weet het, ben niet goed met namen. Nog één keer, kijk, ik zou toch zo weer willen skiën eigenlijk. Ik denk dat het ook nog kan daar. Ja, nou mochten we wat tegenkomen, dan trekken we de lat weer uit de camper. De camper gezien? Net zoals de vorige keer. Ja, dit is een mooi plekje hoor. Mooi, vlak bij de snelweg, maar... Ja, het is dicht bij de snelweg. Hij staat op campercontact en het heet... Montperul, ja. Leuk plekje hoor, leuk plekje. We konden er nu staan, het is erg rustig. Met een soort kinderboerderij. Ja. En ja, je pakt zo weer de route op naar het zuiden. Dus beter kan het niet. Tot later, doei. Zoals in ieder huishouden speelt iedere dag weer de vraag... Wat gaan we eten vanavond? Ja, gaan we boodschappen doen? Of gaan we iets uit de vriezer halen? Of we gaan iets bestellen? Ja, hè? Een grison. Oh, we kunnen ook uit eten een grison. Pizzaatje. Maar mag niet uit eten nu. Waarom niet? Oh. Oeh, corona. Het verbod. Dus, wat kunnen we eten, Do? We hebben nog verse spaghetti. Saus in de vriezer met vegetarisch gehakt. Ja, want een vegetarische slager. Is wel lekker, maar... Of een aardappeltje met een vegetarisch hamburger. En spinazie. Mom. Maar we hebben ook een gewoon varkenshaasje. Oh. Biologisch willen wij. Oh, dat lijkt me beter. Nou, ik denk dat de keuze al gemaakt is. Ik hoor het al. Of we kijken eventjes of we daar wat kunnen eten. Maar ik ga nu even, maar niet voor de... Volgens mij is dat nu even niet goed, vegetarisch. Ja, eventjes aansterken. Oké. Maar misschien volgende week. Volgende week komt hij nog een keertje voorbij. Nou, dit was het dilemma van vandaag. Ja. Mocht je ook zo'n dilemma hebben en wil je advies... Laat het weten. Laat het even weten. Doei. Doei. We hebben daar beneden gereden. Ja. Dat is wel heel mooi. We krijgen net het nieuws dat ook Spanje nu een aantal regio's heeft waar wat verhoogd risico is. Catalonië, omgeving Madrid. Nou ja, dat is voor ons Madrid, daar gaan we niet in de buurt komen. Catalonië natuurlijk wel. We zijn natuurlijk onderweg nu naar de Franse kust om daarna een sprong te maken Spanje in. En we staan trouwens nu op een autostop, dus hier iedereen heel hard zijn handen wassen met jelletjes. Ja, volkomen terecht natuurlijk, want je weet niet wat je tegenkomt. Maar we gaan eens even kijken wat ons plan gaat worden. Ja, vanavond maar eens even de kaart erbij. En ik zou bijna DFDS weer gaan bellen. Joh, kunnen we alsnog mee naar Schotland? Nou, dat gaat natuurlijk niet, dat gaan we in mei doen. Maar het is toch wel bizar. Het neemt toch wel vreemde vormen aan, dat coronavirus. Het beïnvloedt toch wel heel veel op het moment. En ik ben echt wel nuchter genoeg om te zeggen van ja, kom op. Het valt allemaal wel mee. Maar je krijgt natuurlijk met allerlei afsluitingen te maken. En goed, we gaan in ieder geval kijken wat we gaan doen.
Vooralsnog zijn we nog steeds van plan om naar Spanje te rijden. Maar even kijken hoe het nieuws zich ontwikkelt. Vanavond schijnt er alweer een extra nieuwsuitzending te zijn. Dus we houden het maar even in de gaten. Tot later. Ja, moet je kijken, wat een stille snelweg. Hè? Er gebeurt helemaal niks hier. Prachtig uitzicht. Kevin heet hij, geloof ik, hè? Ja. Mr. Kevin from England. Zeer relaxed rijden hier. Nou, een beetje wind mee hebben we. Dus dat scheelt met het brandstofverbruik. Nou, jongens. En het weer is mooi. We hebben geluk vandaag. Coronavirus, can we film it? We zijn aangekomen op plaats van bestemming en dat is deze reis de camperplaats Cap-Gravant. Nou, dat, dat staat voor vier winden, maar dat klopt ook wel. Je waait eigenlijk uit je blouseje. En er staan wat grotere campers hier ook. Zoals door die bosjes, ik weet niet of je het kan zien. En... het is in ieder geval een ruime plek hier. Ja. Kijk maar. Oeps. Oh, pardon. We gaan even kijken of we hier eigenlijk wilden wel twee dagen blijven staan. Maar het waait hier ook als een jekko. Dus ik weet het niet of we dat gaan volhouden. We gaan het zien. Tot later. Breaking news. Breaking news. Zoals afgesproken worden nu de varkenshaas klaargemaakt. De biologische. De biologische. En dat wordt smikkelen en smullen. Ja, en wat het andere nieuws betreft, net gehoord dat er in Spanje aanstaande maandag ze de noodtoestand invoeren. Ja, ik vind dat eigenlijk iets uit oorlogstijden, maar goed, het spreekt echt een beetje tot de verbeelding, dat soort dingen. Maar het lijkt me nu niet verstandig om Spanje dan maar in te gaan, want... voor hetzelfde geld zitten we in een of andere regio en valt die regio dadelijk in een of andere quarantainegebied. Dan kom je er niet meer uit. Lijkt me niet heel verstandig om dat op te zoeken. Daarnaast hoor ik net van vrienden van ons hier in Spanje dat de winkels dicht gingen of zo. Ja, alle winkels binnenkort. Boven de supermarkten. Alle winkels boven de supermarkten, ja. Nou zijn wij helemaal niet van die shoppers. Dat zegt wel iets, hè? Maar dat zegt genoeg. Dus dat wil niet zeggen dat het Frankrijk stukken beter is. Voorlopig heb ik nog geen gekke dingen hier gezien. Ik vroeg hier even bij de beheerster van de camping waar we staan, of de camperplaats, van joh, gaat die markt hier morgen eigenlijk nog door in het dorp? En die Fransen die doen net alsof ze water zien branden. Ja, natuurlijk gaat de markt door. Dus ik denk dat we morgen nog even hier blijven. We gaan naar de markt. Ik weet niet of het verstandig is, maar goed. En ik denk dat we een rondje
Zuid-Frankrijk dan gaan maken. Ja, we zitten nou toch al in het zuiden, dus we maken van de nood een deugd. Toch, Del? Ja, tuurlijk. Dus jongelui, Spanje hasta la vista, dat wordt hem niet. Het wordt bonjour Frans deze keer. Ja, jammer. Ik had nog net 4 korte broeken in de auto gegooid. Maar ja, goed. Frankrijk is ook mooi weer, Zuid-Frankrijk. Ja, nou ja, dan gaan we maar even afwachten dan. Oké, lui, hou je taai in Nederland. Goed opletten dadelijk. Naar het nieuws luisteren, want ik had begrepen dat er vanavond weer een extra nieuwsuitzending is. En hou je taai daar. Doei!